Dames en heren, we zijn op het Open Huis op 3 januari. Oh, 3 januari ook niet. Dames en heren. Nou, gaan we niet doen hoor. Komt ie, door, knip. Dames en heren, we zijn op het Open Huis van het Hoeksysteem van 3 februari 2023. 23, mevrouw Vos. Het stroomt wel aardig vol. Heeft u er vertrouwen in dat het dit jaar weer vol zal stromen met aanmeldingen? Ik heb er alle vertrouwen in. Zoals je ziet is er een groot enthousiasme hier. Ja, het publiek stroomt binnen. Ja. En wij zijn blij met de opkomst. En u loopt hier gewoon rond? Ik ben bezig. Voor de vragen? Ik ben er voor de vragen, mensen te ontvangen. Dus ja. Dan komt het goed. Ja, oké. Okay. Dan gaan we. Jongens, succes. Kijk nu mee naar een impressie van het Open Huis. Zo, we zijn aangekomen bij Frans, mevrouw Van der Vliet. Monsieur. Hoe is de situatie tot nu toe hier? Gezellig, dat denk ik. Mais oui, extrêmement occupé. Il y a beaucoup de personnes ici. Ja? Et moi, je suis très enthousiaste. U heeft veel personen gezien en u bent erg enthousiast. Oui, nou, tout à fait, tout à fait. Wat trekt het Hoeks Lyceum nou aan waardoor er weer zoveel aanmeldingen zijn? Tenminste, vorig jaar waren er 300 en nou misschien wel weer. Hoe komt dat, denkt u? Door u? Ik probeer daar wel mijn bijdrage aan te leveren natuurlijk. Ik denk wel dat we een heel erg goede sfeer in onze school hebben. Wij zijn gewoon dol op onze kinderen. En wij proberen zoveel mogelijk boeiende dingen te doen en nuttige dingen te doen. En het op een prettige manier les te geven. Nee, het is gezellig. Nee, het is leuk, gezellig. Gezellig. Leuk, hè? Gezellig, Bas. Heel fijn. Moet ik hem opeten? Tuurlijk. We staan hier weer bij Frans en nou naast mevrouw Jorem. Mevrouw Jorem, bonjour, zegt hij. Bonjour, Bas. Bonjour, comment ça va? Oh, ça va très bien. Oui. Et vous aussi? Parfait. Oh, parfaitement. Surtout ce soir. Denkt u nou dat dat iets aantrekt voor het Hoeksysteem? Ja, allemaal zeker, lekker naar Parijs, zeker. Want jij weet niet hoe leuk die week in Parijs wordt. Want tu vas parler français. Oh oui, très bien. Oui. Ja, weer. En je gaat een heleboel mooie dingen zien. En dat, nou, dat met hoop ik heel... wel. Zo, we staan hier nou naast de historicus van het Hoeksysteem. Mag ik u zo noemen? Je wel, toch? Ja hoor, dat mag zeker. Oh, mag zeker. Meneer, u staat hier met een soort... hoe zou ik het zeggen? Ik heb net een beetje zitten op te letten en dit werd gebruikt voor granaten. Dat is niet echt leuk voor een open huis dat u met zo'n afweergeschut gaat staan. Het is wel een prachtig stuk geschiedenis. Het glimt je tegemoet. Dat wel. Ja. Alles wat je hier ziet staan is onderdeel van het verleden dus. En de betekenis... U van ook? Tuurlijk, dit is Tweede Wereldoorlog ten top. Ja, en hiermee... het is ook echt origineel. Kijk, ik weet niet of het op de film te zien is. 1942. Maar 1942 staat erop. Er staat ook zelfs nog partij 1942 op. Er staat hier nog een code. Daar kun je achterhalen dat die uit Canada komt. Kunt u zeggen tegen de mensen die dit nou kijken, een beetje voor reclame voor de school, waarom hier geschiedenis nou leuker is dan bij andere scholen? Of het leuker is, dat weet ik niet. Nou, maar ja, het is tenminste, wel meer goed. Interessanter. Het mooiste van het verleden is het kunnen aanraken. Oh. Touching history. Dus nou juist ik hier aanpakken. Ja, spierballen hebben, want zo. Hè? Ja, leuk. Kijk, dat is voor mij een stuk prettiger. Wat doen jullie hier met het kraampje op de open dag? Wij vertellen over de musical en we verkopen hier kaartjes en we geven ook vooral informatie aan kinderen die mee zouden willen doen. En zijn er al veel kaartjes verkocht? Ja, eigenlijk wel ja. Er zijn voor donderdag en woensdag eigenlijk al best veel kaartjes verkocht. En waarom zou iedereen naar de musical moeten komen? Nou ja, het is gewoon superleuk en je kan ook voelen dat iedereen er echt goed zijn best voor heeft gedaan.
En het is niet zo duur, dus. Dankjewel. Voor de kerstvakantie vond er een chocoladeproject plaats. Wij hebben er een kijkje genomen. Kunnen jullie even uitleggen wat er vandaag hier op school gebeurt? Nou, wij doen vandaag het project voor de tweede klasse over duurzaamheid van chocola in het kader van internationalisering. En vorig jaar hebben we Global Exploration gedaan en dit is daar eigenlijk een vervolg op. Wat is het doel van dit project? Nou, we willen leerlingen opleiden tot wereldburgers en één onderdeel daarvan is dat je weet wat duurzaamheid is. En dat kan onder andere bij het kopen van chocolade. Zijn jullie zelf duurzaam bezig? Zeker. Wij scheiden ons afval en we kopen geen kleding die gemaakt is door kinderen bijvoorbeeld. En zo proberen we ook ons steentje bij te dragen. Wat vinden jullie van dit project? Nou, wij zijn er zelf heel enthousiast over, want we vinden dat het een belangrijk thema is. En we denken dat de manier waarop we het doen, met inhoudelijke opdrachten en een beetje creatieve en leuke opdrachten, dat het voor de leerlingen heel leuk en leerzaam is. Zeker, afwisselend programma denk ik, toch even wat anders dan gewoon les. Dus we hopen dat de leerlingen het ook leuk vonden en dat ze natuurlijk ook iets van hebben geleerd. Dat vind ik ook. Er waren laatst uitwisselingsstudenten uit India op bezoek. We hebben aan mevrouw Weda gevraagd waarom ze hier waren. Laatst waren hier kinderen uit India op bezoek. Wat kwamen ze hier eigenlijk doen? We hadden hier een uitwisselingsprogramma van een stichting, het heet Global Exploration. En er waren 20 leerlingen uit India die hier bij ons op school zijn geweest. 2 dagen helaas maar. De bedoeling was om het iets langer te doen, maar er waren wat omstandigheden waardoor dat niet kon. En in totaal waren er over de 100 kinderen uit heel de wereld die hier naar Nederland zijn gekomen. En wij mochten de kinderen uit India opvangen. En stond er nog meer op hun programma? Of? Jazeker. Wij hebben ze hier donderdagavond opgehaald. Ik kwam het hier op school aan. Toen zijn ze die hele dag nog in Kinderdijk geweest, in Amsterdam geweest. Toen hebben ze hier donderdag geslapen, vrijdag zijn ze hier op school geweest. En daarna gingen ze weer door naar Limburg. Daar hadden ze een groot openingsfeest met alle buitenlandse studenten. En toen hebben ze nog 10 dagen, dus in totaal zijn ze in Nederland geweest. Wat zijn de komende plannen vanuit de Global Citizen School? De plannen zijn nog reuze. Het volgende, we zijn nu bezig met taaldorpen voor alle tweede klasse. We zijn net nog in Essen geweest en in Liel met de derde klasse. De buitenlandreizen komen eraan voor MAVO 3, HAVO 4, VWO 5. Ik ben stiekem alweer een beetje bezig met de volgende uitwisseling om te kijken of dat kan in juni. Zo zijn we nog met heel veel projecten bezig. Wat doet het vak muziek tijdens de open dag? Nou, tijdens de open dag kunnen de bezoekers hier wat instrumenten uitproberen. Dus de piano's daar staan allemaal aan, daar kunnen ze liedjes op oefenen. Hiernaast wordt drumles gegeven, dus kunnen ze een basisbeat leren op de drums. En we hebben optredens van leerlingen. We zijn zojuist aangekomen bij BSM, Bewegen Sport en Maatschappij. Je ziet het, er wordt hier druk gesport. Ja, dat zie ik ook al in de namen, Bewegen Sport en Maatschappij. Hier krijgen dus alle informatie over de sport en over hoe de rug, schouders, borsten, dat allemaal in elkaar zit. Nou, ik heb het zelf niet gekozen, maar ik weet wel dat dat soort dingen getoetst gaan worden. En dus ook hier in de praktijk worden gebracht. En ook allemaal dans. Kijk maar mee.
Nou, we zijn hier bij echte professionele BSM-sporters, toch? Ja, ja, dat kunt u wel zeggen. Ja. Hoe is het tot nu toe? Ja, tot nu toe gaat best prima. Ja, bij jou ook. Hartstikke leuk. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoeveel rondes moet je nog? Moeten er nu nog 3. Zin in? Ja hoor. Absoluut, absoluut. Ja, zeker. We hebben er ook veel voor geoefend. Ja? Hoe lang? Zeker. Nou, 2 maanden. Nee, langer. Denk 4 maandjes of zo. Ja. 4 maandjes? Ja. Zoiets, ja. Ja. Zoiets. Ben je nou dan ook niet klaar mee eigenlijk? Nee, het is hartstikke gezellig, zo met z'n allen. Met elkaar is het leuk. Ja, met elkaar is het leuk. Zeker. Zou je nou even willen zeggen, waarom mensen nou naar deze school moeten komen? Mensen, als je naar deze school wil komen, kan je nieuwe vrienden maken en allemaal nieuwe mensen leren kennen. En de docenten zijn superleuk hier. En ja, wij ook. Ja, en het is hartstikke leerzaam hier. Dames en heren, we staan hier naast mevrouw Valkenborg, de rector van het Hoeks Lyceum. Vermaakt u zich tot nu toe op het open huis? Jazeker, ieder jaar vermaak ik mij. Er zijn een hoop geïnteresseerde leerlingen, potentiële leerlingen. We hebben een hoop te bieden, er is een hoop te zien. Allemaal enthousiaste collega's die een vak presenteren. Dus weer een hele geslaagde avond. Wat is nou de kern dat je denkt van nou, daarvoor kom ik naar het Hoeks Lyceum? Weet u ongeveer wat het is, denkt u? Weet je wat het is? Natuurlijk, wij hebben een heel goed korps aan docenten. Ja. Goed onderwijs natuurlijk. Er wordt heel veel ondersteuning geboden wanneer de leerlingen dat nodig hebben. Talentklassen, Cambridge English hebben we. We hebben zo ontzettend veel te bieden. Onze sportklassen. En daarnaast wat de leerlingen altijd aangeven wanneer ze hier zijn. Ik heb zoals je weet regelmatig lunch met de leerlingen. Nou, afgelopen week had ik het met de brugklasleerlingen. En ik vroeg waarom heb je hiervoor gekozen en ben je tevreden over je keus? Ja, we zijn ontzettend blij dat we voor het Hoeks gekozen hebben. Want het is hier zo fijn. Altijd hebben we het naar ons zin. De mensen helpen je als je problemen hebt. Ze leggen goed uit. En we voelen ons gewoon thuis. Ja, dat is waarom je hier voor het Hoeks Lyceum kiest. Nou, mevrouw Vagabond, dat vind ik een mooi antwoord. Ik wil u bedanken voor dit interview. En mensen, u weet het, ga naar het Hoeks Lyceum. En waarvoor, dat is net allemaal opgesomd. Je hoort er gewoon bij. Dat vind ik mooi. Dank u wel.